Voormalig directeur Rob Vee van het werkvoorzieningschap WAVA Go in Oosterhout heeft woensdagmiddag voor de rechtbank in Breda een werkstraf van 240 uur tegen zich horen eisen. De ex-directeur zou in 2007 fraude hebben gepleegd. Opmerkelijk aan deze zaak is dat in een civiele rechtszaak claims van het bedrijf om geld terug te halen bij Vee zijn afgewezen. De officier eiste ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden.